Diverse verenigingen in de regio hebben naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Sembla hun leden geïnformeerd over de gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden. De gemeente Westland beheert de velden en staat de verenigingen bij. Bij VV Naaldwijk, SC Monster, Velo en Westlandia liggen de omstreden kunstgrasvelden. Bij Lira zijn afgelopen zomer de velden vervangen. Op nieuwe velden is gebruik gemaakt van synthetisch rubber. Het is bruin van kleur en niet gevaarlijk. En het SBR-rubber is eigenlijk vermalen. Daar zie je echt gehakt spul liggen, rubber liggen, wat op de velden ligt. Het rubber is gemaakt van gemalen autobanden. De stof is volgens Sembla kankerverwekkend. Westlandia in Naaldwijk heeft 3,5 kunstgrasveld. Op 2,5 daarvan ligt het omstreden rubber. De voorzitter van de club heeft de uitzending ook gezien. Ja, natuurlijk, daar schrik je ten alle tijden natuurlijk van als je zo'n bericht krijgt. Dat was ons ook in die zin niet bekend. De gemeente adviseert de verenigingen en volgt daarmee de instructies van de RIVM en de KNVB. Westland is niet bang voor ernstige gevolgen. Ja, we hebben de afgelopen jaren ook op de velden gespeeld. Dus in die hoedanigheid kan er gewoon ook doorgespeeld worden. Er is door niemand nog aangegeven dat er een speelverbod moet komen. Dat de velden niet gebruikt mogen worden. Dus wij laten vooralsnog gewoon de velden bespeelbaar. Elders in het land zijn verenigingen die niet meer op de velden spelen. Westlandia en de andere Westlandse clubs doen dat wel. Toch begrijpt Kester de zorgen van ouders. En als jouw kind dan natuurlijk elk weekend daarop loopt te sporten of in de week een aantal keren ook loopt te trainen. Ja, dan is er reden genoeg natuurlijk om daar als ouder zeker ook kritisch naar te kijken. De velden in Westland worden in 2017 en 2018 vervangen. Maar mocht nou blijken dat het toch gevaarlijk is... Dan op het moment dat daar uitspraak over is, gaan wij intern bekijken wat we daarmee gaan doen. Dan zullen we nieuw beleid maken en zullen we aan de hand daarvan acties ondernemen.